Welkom bij het filmpje over het algemene beheer van de inhoud. We zijn hier op de gemeentepagina van Herent, ingelogd als de administrator, de beheerder van de Herent gemeentepagina. We zien Herent heeft al een aantal organisaties ingevoegd, een paar nieuwsberichten, activiteiten, een ambassadeur. Die zaken kunnen we overal aanpassen, maar er is ook een centrale plaats waar alle inhoud beheerd kan worden. Dat is namelijk via dit knopje, beheer inhoud. Als ik daarop klik, dan kom ik terecht op een lijst met alle inhoud van Herent. Je ziet hier de titels, het type inhoud, de datum waarop het verstuurd is geweest en een link om inhoud te bewerken. Je ziet hier op pagina 1, maar er zijn 4 pagina's met inhoud. Dus ik kan bijvoorbeeld eens kijken op pagina 3. Wat heeft Herent nog allemaal aangemaakt? Voilà. Een nieuwsbericht zie ik hier, een activiteit, organisatie. Je kan op deze plaats die dingen bekijken door gewoon te klikken op bijvoorbeeld Dagwinkel Ria. Ik klik op Dagwinkel Ria en ik krijg de pagina van Dagwinkel Ria. Zo. Stap terug. Je kan hier ook Dagwinkel Ria bewerken. Hier kan je de gegevens over Dagwinkel Ria aanpassen. Steeds onderaan op opslaan klikken. Niet vergeten. Ik kan nu een stapje terug om te tonen wat er nog meer te vinden is. Je kan hier ook filteren. Je ziet, er zijn al 4 pagina's met inhoud aangemaakt door Herent. Dat is een beetje moeilijk zoeken soms. Je kan ook zeggen, kijk, ik wil alleen het nieuws te zien krijgen. Dan kies je hier voor nieuws en je zegt filter op type nieuws toepassen. Dan krijg je alleen nog maar een lijstje met alle nieuwsberichten. Zoals je kan zien, bij typen gaat het alleen nog maar over nieuwsberichten. Zo kan je handig bepaalde types content eruit filteren. Ik kan de filter ook terug uitzetten door hier te kiezen te filteren op alle, toepassen. En je krijgt weer alle content te zien. Dus via dit knopje beheer inhoud kan je alle content van je gemeentepagina gemakkelijk terugvinden.